Yeah. Die naam met Derry kan je tekenen, Hilton Fari. Brava met Justin. Yeah. Alles op je trek is waar. Ik wil beginnen dit te zeggen dat een man besef je altijd wat liefde aan een man doen. Dat gaan altijd door emotie, maar nooit zal je horen hoe die man na die break-up voelen. Ik heb me alles gegeven, alles ingezet, maar zelfs daar was nooit goed genoeg. Maar die zoon gaat niet om mij, niet worden broer van mij, zo ik ga die nog zijn naam noemen. Hij is een type broer wat zij in elke plek, elke dorp, elke land, in elke straat krijgt. Zal een kind één keer meet, en als hij je weer ziet, zal hij zo'n man aan naad grijpen. Ga naar joint toernooi en naar plat dek. Van haar wijst dat zij is beter als je exe. Maar na je haar gesekset, beweeg hij klonk net mooi aan naar die next kant. Dat is ironisch hoe een broer met klomp vrouw mensen gezien wordt als een van die bestes. Maar zodra vrouw met een klomp man slaapt, dan wordt ze uitgekend als ze slecht dan. En dan doe wat zij die oude mensen, die wil draaien. En elke hond krijgt zijn dag. Maar zijn dag was die ferry. Dat was om die draai, dat het voor hom leen wacht. Later van tijd heeft mijn braam in een zoetschrift komiet al die pad van zijn mondium. Een spierwit prinses met een lekker lijf, like compleet zoals een college kind. Enige ander beat zou hij langs die pad drop en een kant gemoerd in die bossies in. Maar met die kind was het anders, hij kon verieren naar een staar met dode oren is rockies in. Die verhouding heeft een punt gebereikt waar dingen nou ernstig was tussen hulle. Hij heeft haar huis toegebracht om haar voor te stellen aan zijn oma en zijn vrienden. Ik was ook een van hulle. Ik van mezelf gedankt naar deze duidelijke motie. Maar als hij een man was, kon zij niet meer naar Morsi. En als hij bij hom was, was hij niet bij Ozzy. Wie zou kon denken dat die kennisman nou veranderd dan een kind man? Wie zou kon denken dat die kennisman nou bereid was om voor een kind te staan? Ik kon het niet bestaan, die man. Ik kon het niet bestaan, die man. Ik kon het niet bestaan, die. Is die wat liefde aan een man doen? Hij heeft een foto van hom en haar geframe en dit in die kassen gehang. Maar partij van zijn exen moest pieks voor hem gestuur het, waar hij lokaal gaat moest staan. Jo, is wonderlijk wat ware liefde redelijk kan doen aan een man. Maar dingen het er goed gegaan en zoals ik gezegd het, zijn dag het voor hom leen wacht. Hij stories begin hoor van haar, dat zij met klomp mannen geslapen. Hij heeft gewonnen of het waar is, want zij Rera gelijk naar een eerlijke dame. Hij het begonnen strijd voor die simpelste goed van die ogen af tot laat in die aand. Zo die vraag is, heeft hij Rera gewiet met wat het type beat zij nou mee bij elkaar is? Zij de gewoonte ontwikkel om hem te lossen in die aand en weer op te maken in die ochtend. En elke keer als ik mijn bra gezien het, het hij gelijk zo'n fucking kabeldief wat gesokket. Zijn oor was diep in zijn koppen. Alsof iemand omgepoint het met een gun wat gekok is. In een moment kan iets gebeuren. Dat is een van die lessen wat een man van liefde leert. Hulle al toe het aanbeweeg, maar het gegloed dat dingen kon anders gewis het. En later het hij uitgevind dat zij toe al die pad met de andere bra gespien het. Die bra het de kar gehad, kwaai gejakt, alles wat hij niet gehad het. Ik denk het wat zij zijn of maakie. Of ik weet ook wat was zij maas op hoe ze namie. Ja. Ik kan nog mooi onthou, dit was vroeg op een zondag, die dag van vrede en familie. Toen die girl ze nuggie mee gebeld het om te zeggen dat ze kreeg niet meer getuie in die handen nie. Ze het gezegd, ik moet hem wijs dat ze ex in een ongeluk was. En zij het die gemaakt het die. Ik kon het die gloe nie. Blijkbaar het die kar zijn windscreen in haar nek vastgestiek. In z'n tijd toen ik om haar wijs, toen kon ik zien dat iets het in zijn hart gestiek. Het me gezegd, mijn broer, het kan niet waar wie ze moet niet gaan praten. Dingen is klaar, zo. En zij moet het aanvaard, broer.
Dus ik accept the fact dat dat is wat liefde aan een man doen. 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 Ja. Week voor die tijd heeft mijn bra mij gevraagd om samen om te gaan naar die begrafenis. Maar hield in begrafenis, ze gaat die samen, zoals hoe bloed en slapchops. Rerig, ik is eerlijk, zulke type goed is hij van mij niet. Ik heb anyway niet die kracht gehad om te zien hoe een rechte bra van mij heilie. Stop je beat, Vigo. Ik sukkel nou al lang en ik weet nog steeds hoe om die song af te sluiten. I like kak van you, the only one, and I love you baby. Betekent fuck all dat zij te veel motivatie. En ik praat nou met elke lieve broer buiten, allemaal wat mans is. Gee al jouw liefde elke dag voor jouw girl, alsof het de laatste dag is. Zij in z'n tijd toen ik om haar wees, toen kon ik zien dat iets het in zijn hart verstikt. En mijn gezin, mijn broer, het kan niet waar, wie zee, moet niet kak praten. Jongens, klaar, zo. En zij moet het aanvaar, broer. Just accept the fact that that is what liefde aan een man doen. 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 That is what liefde aan een man doen.